is er weer een nieuwe video. Hupka Floris. Hey boys, Clash Royale gaat uitgespeeld worden vandaag. Als je die like niet achterlaat, waarom niet? Als je niet nu je Clash Royale ook opent en gewoon even dit gaat doen en dan gewoon even dit gaat doen. Floris, ja, waarom niet? Want Clash Royale wordt nu gewoon uitgespeeld. Met Mortier Cycle. Dit moment wacht ik al 6 jaar lang op. Clash Royale uit te spelen. Mortier Cycle. Let's freaking go, boys. Gaat dit lukken? Ik heb geen idee. Ik ga mijn best doen. Mortier Cycle. Hoe kan het ook anders? We moeten dit gewoon met Mortier Cycle doen. Oké, we hebben nu genoeg gepraat. Even nu gewoon de focus. Komen we gelijk tegen die pittige Lavond. Dat wordt een moeilijke matchup. Of het Graveyard. Ik heb liever Graveyard. Het kan ook Lavond zijn nog, maar waarschijnlijk Graveyard. Ik wou bijna loggen daar. Maar dan heb ik geen log meer voor zijn Giant Skeleton Ability. Oh nee, het is RG. Ja, dat is niet heel chill. Oké, wacht, even kijken. Ja, dit. Oké, we spelen dit tot nu toe heel flawlessly. Oké, het spijt me heel zeer, maar wij gaan geen damage doen met de mortier. Dit wordt rockets afvuren, jongens. We gaan niks anders doen. We gaan voor de rest echt niks anders doen. Misschien toch wel. Dit was niet zo'n hele goede RG. Er kan er nog één staan. Misschien doen we hier één hitje. Even kijken. Was hij op tijd met die visje? Nee, hij was niet op tijd met die visje. Misschien als we die visje kunnen stunnen, doen we nog een hitje. Oh, net niet. Net niet. Oh, jammer. Ik dacht even dat we daar nog een hitje konden doen. Dat was echt jammer. Ik had daar eigenlijk heel graag nog een hitje willen doen. Maar we doen in ieder geval één hitje, waardoor we nu voor staan. En dit wordt heel erg langzaam chippen. Een Fisher Boy bijvoorbeeld in de back. Dat zal ik rocketen. RG in de back zal ik ook rocketen. Twee zeppies in de back is dan niet waard om te rocketen. Dus ik doe nu gewoon een mortier. Dat is heel verdedigend. Maar ja, we moeten Clash Royale uitspelen. We kunnen niks verliezen, boys. Dus we moeten concentratie hoog houden. Ik ga niet... Weer. Drop die slechte log. Want hij moet mijn goblins loggen. Anders komt hij er niet doorheen. En nu hebben we weer een nieuwe mortier. En nu hebben we heel veel zooi hier staan. Dus we kunnen nu counteren met de mortier. Ik hoop dat die ability gooit. Dat zou een hele slechte ability zijn. Dat is te lang. Volgens mij is één mortier hit... Oh. Nu kan hij wel mijn goblins gelijk loggen. En hij logt ook mijn ijsbeard. Ja, dan zitten we in de problemen. Dan gaat hij waarschijnlijk nu een hitje doen. Maar hij mag geen hitjes doen. Hij mag niet er doorheen komen met de RG, want dan zijn we de lul. Oké, we staan voor. Wat zijn zo'n spels? Een lightning of zo? Dit is heel vies spelen, maar het is moeilijk hoor. Dit is niet... Oeh, slechte, hele slechte moederwitch. Dat is heel gunstig. Oké, we kunnen straks die... Ja, we moeten dit blijven doen. Ik twijfel daar wel een rocketje. Ik wil heel graag die rocket vuren, maar... ik had het kunnen doen. Als hij Tombstone komt, dan had ik het kunnen doen. Oké. Geen idee waarom hij daar niet, die RG niet naar mijn ding ging. Door mijn log, volgens mij. Dan had hij hier een Nedo rocket moeten gooien. Gewoon een normale rocket. Rocket. Goeie rocket, jongens. Wacht op zijn log. Ik kom niet. Snel. Gaan. Kom eens. Chippen. Let's go. Goed dat die mortier op de moederwit zit. Nog één hitje mortier. Goed zo. Ja. Ik mis de toren. Oké, we killen wel de... Oh, ik mis de toren daar. Nee.
Smerig, heel vies en gewoon heel vies dit potje gewonnen. Alleen maar op de defense en een late rocket. Maar ik wist ook gewoon gelijk toen ik de matchup zag, we gaan geen mortier damage doen. Hoe wil je mortier damage doen? Zo moet je mortier cycle spelen. Het is misschien niet leuk, maar dit is wel hoe het moet. 7k, legacy best. Oh, we gaan eventjes, weet je wat, we gaan open even een leuk chestje, want deze staan er zo lang al. Die wil ik dan altijd een keer openmaken in de video, om toch een redelijk speciale chest te zijn. En dat doe ik dan nooit. Wauw, boys. Oké. Eerste potje, we gaan straks die andere magical chest doen. We doen even unlocken, oké. Eerste potje binnen. We moeten er 4 winnen. Clash Royale uitspelen. Optimus Prime. Oké. Hij heeft minder cups. Dat is een beetje vervelend. Want straks moeten we er 5 winnen. En dat willen we helemaal niet. Goblin Split. Wat voor een deck. Even een Logbeet. Ik wil heel graag tegen een Logbeet spelen. Want dat is een heel... Je kan het laten doen, maar je weet niet wat voor een deck hij heeft. Dus het is misschien nog niet... Dat is altijd moeilijke timing. Ik denk dat ik... Nee, ik ben goed getimed. Top. Toren helpt mee op de fly machine. Ik kom tegen split, Royal Recruits, Hawks en dat deckje. Oh, nou. Misschien niet. De Firecracker die hoort daar niet in thuis. Als ik dit goed time met de log, dan denk ik dat 1 Archer hit en de log hem killt voordat... Ja, dit is wel een hitje. Oké. Wordt hier op defense weer. Firecracker is wel apart. Waarom heeft Firecracker? Hij heeft vuurbal. Oké. Barbarrel en vuurbal heeft hij dus. Oké. We staan een beetje achter, maar maakt nog niet heel veel uit. Fly machines in de back worden vanaf nu wel gerocket. Als hij barbarrel doet, log ik de barbarrel. Of de barb. Zodat hopelijk 1 aardje leven blijft. Ja. Die gaat chippen. En dit soort kleine chips zijn heel, heel goed voor ons. Knight in the back. Zodat die fly machine hopelijk naar ons toe komt. Volgens mij is die uit de, ja, is dus uit de range van de toren. Ja, dus goed dat die archers al gelijk deden daar. Zodat de king toren kunnen activeren, zodat het heel gunstig zijn. Dus eigenlijk ga ik dat nu even proberen. Ah, jammer, de archer hit. Volgens mij kan het dan niet, maar ik ga het toch proberen. Waarom ben ik zo slecht hierin? We hebben echt een Kingtoren activatie nodig. En nu heeft hij beide lanes. Heeft hij... lager. Gaat vuurballen, denk ik. Ja. Oké. Ja, goed. Tijdje geen nieuwe vuurbal. We loggen de kant. Die kant. Snipe op die fly machine. Dat gaat hij me niet nog een keer laten gebeuren, denk ik. Dus dat was een eenmalige snipe daar. Oh, Kingtoren is geactiveerd. Ik weet niet hoe. Ik denk door die firecracker net. Maar dat is top. Laten gaan. Het gaat toch niet. We gaan er toch niet doorheen komen. Ja, deze keer dat we wel moeten proberen er doorheen te komen met de mortier. Ah, jammer. Ik dacht dat die Royhawks gelijk zou komen. Top. Toren, ja, mooie placement. Oké, dit gaat goed. Want wij winnen natuurlijk in de race als we... blijf loggen aan de kant waar we damage willen doen. Dit in de back, waar is zijn vuurbal? Daar, dus we kunnen nu Archie hoog doen. Welke kant gaat die kant? Op de T. We gaan niks overlaten.
Niet verder loggen. Gewoon hem niet laten hitten. Gewoon dit ervoor doen. Ik weet niet of het genoeg is. Is het genoeg? Wauw, weer heel vies gewonnen. Ja, oké, maar dit is wel vies gewonnen tegen een vies dekje. We zijn nog best wel oké met dit deck, volgens mij. Volgens mij spelen we echt niet zo heel slecht met dit deck. Ik had wel een paar kleine dingetjes beter doen, maar de verdediging is best wel stabiel. En ik denk ook sowieso dat volgens mij is ook mijn verdediging op Clash Royale beter dan mijn aanval op Clash Royale. Maar moet ik soms in potjes meer agressief zijn. Maar is mijn verdediging wel sterk. Je wil zelfs soms vaak te veel verdedigen. Trouwens, het is chill dat we een Lumberjack krijgen. Het is toch eentje die ik nog niet max level heb. Maar we winnen dus weer. Legacy Best 6700. We staan op 7440. Nog 60 trofeeën. Ja, kan je dat in twee keer doen? Twee potjes. Dan ligt er wel maar net aan wie je tegenstanders zijn natuurlijk. Dan ligt er natuurlijk maar wel net aan wie je tegenstanders zijn. 47 komt hoger. Nee, ik weet niet of we hier een plus 30 voor krijgen. Waarschijnlijk niet. Oh nee, moeten we straks nog 3 potjes doen. Nou ja, mij niet uit. Deze guy is wel goed. We doen de Arch in de back. Oké. Luklish. Weer Zeppies. Ja, Martier of verdediging. Weer tegen Zeppies. En weer tegen Fly Machine. Nou. Oké, dat is een herhaling van net. En nu hebben we net onze Arches gecycled. Dat is een beetje jammer. Dan moet ik deze Fly Machine. Hij heeft arrows. Dat is ook jammer. Dat is veel, veel slechter voor ons dan vuurbal. Want hij kan de Arches namelijk arrowen. Oei. Ja, kunnen die erbij? Ik ga het gewoon testen. Nee, die kunnen er niet bij. Slechtste Arches ooit. Oei, oei, oei. Wel een hitje daar. Oké. Dus weer een heel traag potje. Ik moet weer heel goed opletten. Hij heeft alleen geen firecracker. Dus we kunnen niet lekker de kingtool activeren. We kunnen wel op een gegeven moment een keer dit doen. Nul hits, kingtool activeren. Dit is heel gunstig. Ja, dit is hier. Ik moet wel opletten. 1 fout, het is klaar. Die Fly Machine is heel, heel vervelend. Voor ons. Ja. Oeh. Had ik niet gedaan als ik hem was. Vuurbal en hij heeft dus arrows. Zolang we Arches splitten kan hij ze niet beide arrowen. Zie je? Kijk, miste er eentje. Maar hij begint wel voor te staan in damage. Dat is natuurlijk niet wat je wil. Oei, dit is een probleem. Ik pak hier een hitje, maar dit is een hele enge counter push. Ik was daar te bang. Ik dacht dat die Fly Machine op de toren zat. Vandaar dat ik die Goblins deed. Oké, maar maakt niet heel veel uit verder, want hij komt daarna met Barbarrel. We staan weer voor een damage door die mortier hit. Maar hij heeft wel vuurbal en hij heeft arrows, hè? Ik doe dit hoog voor als die arrows dropt op een plek die we niet kunnen. We mogen echt geen damage pakken. Als deze mis is, hebben we verloren. Als deze raak is, dan hebben we een kans nog.
moest dat laten gaan, want ik wou deze Royal Hawks rocketten. We spelen echt goed, jongens. Ja, dat dacht ik al. Daar deed ik Knight. Eén rocket is genoeg. Te laat. Ik zat te kijken naar de tijd. En hij kwam net te laat. En de Lumberjack. Oh, ik dacht even, ik was daar verbaasd als de vorige video. Ik dacht van nee, Lumberjack boost. Oh, ik heb geen tijd hiervoor. Ai, we moeten door. Nee. Oké, nou ja, Arch in the back. We mogen nu niet meer verliezen. Oké, is dit hok 2.6? Is dit hok 2.6? We doen de ijsbeurt voor als ik kanon hoog doet. Nee, het is geen hok 2.6. Oké. Oké, altijd even. Altijd heb ik als ik een potje verlies, ben ik altijd even de concentratie kwijt. Dat was wel een log waard hoor. Ik had dat wel willen loggen eigenlijk. Oké, dit is dus Royal Hawks weer. Ja, mooie Royal Hawks jongens. Oké, wacht. Dit is dus Expo. Wacht. Hij heeft ook Rocket. Hij heeft ook Rocket. Een Tesla volgens mij. Of kanon. Kanon. Ja, dit is niet een makkelijke matchup. Ik heb bijna gaan predicten, ja. Ik had het goed. We waren er zo dichtbij. En toen toch maar niet. Hij deed een archpin op de brug. Ja. Nog een hit voor de archpin. Je komt er ook niet doorheen door dat ding. Je komt ook niet door dat ding heen, hè. Oké, ik zie. He, waarom retarget die X-Men nou weer? Zat er een ijsbeurt of zo daar? Kennelijk zat er een ijsbeurt op. Oké, nou ja, prima dan. Oh, dit is wel een heel lekkere rocket hoor. Wauw. Oh nee, ik miste de Valkyrie. Laat maar, dat was een lekkere rocket. Ik miste de Valkyrie.
Ja, oké. Ik heb geen tijd meer. Clash Royale wordt toch niet aan het einde van het jaar uitgespeeld. Maar dat is misschien ook wel weer leuk. We waren zo dichtbij. Maar deze gaan we gewoon niet meer winnen. Deze gaan we simpelweg gewoon niet meer winnen. To be continued, boys. To be continued. Ik hoop dat je genoten van de video. Ik zie jullie in de volgende video. Waar we het gewoon nog een keer gaan proberen. Misschien over een week, over een tijdje. Ik zie je in de volgende video, maar even kijken. Tot dan, mensen.